allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar deze video. Je hebt het misschien aan de titel al kunnen zien, maar we gaan vandaag aan de slag met een echte guilty pleasure. We maken namelijk brownies met de Tony Chocolonely Salted Caramel Reep. Voor de brownies zijn dit de ingrediënten die we nodig hebben. Allereerst heb ik hier 4 eieren en wat donkerbruine bastardsuiker. Dit kommetje zit boter. Heb ik in blokjes gesneden, zodat dat zometeen ietsjes makkelijker smelt. Ik ga pure chocolade gebruiken. Hierin zit zelfrijzend bakmeel en een snuf zout. En natuurlijk hebben we hier de Tony Chocolonely Salted Caramel Reep. Brownies maken is kinderlijk eenvoudig. Heb ik jullie al vaker laten zien. Ik heb hier een steelpannetje. Zoep, even wat ingrediënten aan de kant. En in die steelpan doe ik de chocolade. Samen met de blokjes boter. En dit zet ik nu op het vuur. Laat ik voorzichtig smelten. Blijf er wel bij, want je wil natuurlijk niet dat je chocolade verbrandt. Dan kun je het namelijk weggooien. En roer het af en toe even goed door. In een andere kom klop ik ondertussen de eitjes met de donkerbruine bastardsuiker op. En dat hoeft helemaal niet zo lang, maar het gaat puur om dat die eieren en die suiker even een beetje gemengd zijn. Het ziet er heel vies uit altijd, vind ik. Donkerbruine bastardsuiker vind ik sowieso nooit zo heel charmant. En als die eitjes en die suiker gewoon een beetje gemengd zijn, dan is het oké. Dan laten we dit heel even staan. Dan is het heel even wachten op de boter en de chocolade. Als die boter en chocolade, hier zie je nog 3 hele kleine puntjes, maar dat maakt niet zoveel uit. Gesmolten zijn, mag dat bij de eieren en de suiker in de kom. En zorg ervoor dat je goed blijft doorroeren met de garde, want je wil natuurlijk niet dat je ei gaat stollen en je zo roerei krijgt. Je merkt ook al vanzelf dat het mengsel wat dikker begint te worden, dus dat is top. Mag het zelfrijzende bakmeel en een snuf zout in de kom. En dan ga ik even verder met mijn spatel en daarmee spatel ik het geheel tot een egaal beslagje. Goed over de bodem van de kom schrapen. En langs de zijkanten. En als het gemengd is, is het gemengd. Dan hoef je er verder even niks meer aan te doen. Je wil namelijk niet te lang doorroeren, want dan krijg je zo meteen taai beslag en dat is niet de bedoeling. Ik heb hier een vierkante bakvorm bekleed met een vel bakpapier. En daar stort ik dat goddelijke browniebeslag in. En dan heb ik natuurlijk nog die chocoladereep van Tony's. Die breek ik even in stukken. Er hoeven zeker geen gelijke stukken te zijn. Er mag hier en daar best wel lekker grote, grove stukken tussen zitten. En dan verdeel je die stukken chocolade gewoon in en op dat browniebeslag. Hoeft allemaal niet zo netjes. Het zou leuk zijn als het nog een klein beetje intact blijft in de oven, maar dat is een beetje spannend. En ja, we gebruiken uiteraard de hele reep. Zo, dan mogen de brownies de oven in. Ik heb de oven voorverwarmd op 180 graden. Bak ze af in het midden van de oven in ongeveer 30, 35, uiterlijk 40 minuten. Kijk, onze brownies komen zojuist de oven uit. Oh, je ziet echt die stukken Tony's nog bovenop liggen. Hier heb je zelfs nog de tekst zichtbaar. De brownies mogen natuurlijk best een beetje zacht zijn van de binnenkant. We laten ze wel even volledig afkoelen. Dan kan die Tony's ook weer een klein beetje harder worden. En dan gaan we ze proeven. Oké, mag ik even jullie aandacht voor dit stukje hemel op een bordje? Kijk hoe goed dit eruit ziet. Je hebt echt die sompige, pure chocolade brownie. En dan die chunks Tony's Salted Caramel. Ik kan echt niet wachten om te gaan proeven. Dus dat ga ik gauw doen. Wow. Super plakkerig. Een slokje water. Zo. Super plakkerig, maar zo lekker. Je hebt echt zo'n intense, pure chocolade brownie smaak. En dan in één keer proef je die Tony Chocolonely Salted Caramel. Proef je ook echt wel heel erg goed in. Je hebt in één keer die lichtzoete melkchocolade, dat zoutje. Echt heel erg lekker. Ze zijn super goed geslaagd. Thanks voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat je deze video ook leuk vond om te zien. En mocht je nou suggesties hebben voor andere recepten, laat me dat dan zeker even weten. Heb je vragen, hoor ik ze ook heel graag. En anders tot gauw. Doeg!